In de Zorgvliethal in Veendam vond dit weekend het Jelly Oosting Memorial plaats. Een softbaltoernooi voor de jeugd, opgezet door onder meer speelster in het nationale team van Nederland, Dinette Oosting. Ik heb samen met mijn vader een stichting, Stichting Softbal Dino. Wij proberen echt de sport te promoten. We geven ook heel veel softbalclinics, bierbalclinics, op basisscholen, middelbare scholen. En dit zijn de softbalscholen van Nederland, dus daar is de jeugd, de talentjeugd, die spelen daar. Dus wij vonden het heel mooi ook een beetje om het hier wat populairder te maken, om die hierheen te brengen en ze hier een toernooi te laten spelen. Het is niet altijd gemakkelijk om landelijke teams naar het noorden te halen, maar het is ze in Veendam gelukt. We hebben nu 6 teams, dus 3 voor elke leeftijdscategorie. We hebben een leeftijdscategorie onder 18 en onder 15. Dus het kan nog meer, maar we zijn al blij dat de 6 teams helemaal naar Veendam toe zijn gekomen. Het is niet zo populair helaas, al helemaal niet als je gaat vergelijken met voetbal inderdaad. Maar we hebben eigenlijk in elke provincie sowieso wel wat clubs zitten. Je moet ze alleen weten te vinden en ja, dat weten sommige mensen nog niet zo goed. Iets wat als toeschouwer meteen opvalt in de wedstrijden, dat het meeste geluid vanaf de bank komt. Softbal, vooral ook bij de jeugd, is, en trouwens ook wel bij de volwassenen, wordt heel veel aangemoedigd, veel gezongen ook. Ja, dat hoort echt een beetje bij softbal wel. De organisatie is blij met het verloop van het toernooi. Maar er zijn ook nog genoeg ambities. Het liefste willen we ook nog een bierbaltoernooi, dus dat we echt in Veendam en omstreken, echt in Groningen, teams hier halen van basisscholen en die hier ook te laten spelen tegelijk. Dat zou voor ons heel mooi zijn om er echt een groter evenement nog van te maken. En dan ook zaterdag en zondag te spelen, dus dat het gewoon één groot evenement wordt.